Dit is N24actueel.nl. Jorik, 1, 2, ik zie 3 bankjes al geveld, €30 voor Serious Request. 4, €40 voor Serious Request. Jorik, ja, een hubdag. Wat betekent dat precies, een hubdag? Hub hebben wij bedacht als Hertog Uitzwaai Pannenkoekenfestijn. En dat organiseren wij vandaag vanwege Serious Request eigenlijk. Wij gaan volgende week meedoen aan Serious Request Elfsteden Roeimarathon. Waarbij we dus in Friesland de Elfstedentocht gaan roeien. Jullie zijn aan het trainen, begrijp ik? Ja, we zijn aan het trainen voor de Elfsteden Roeimarathon. Dat is aankomende vrijdag. En daar gaan we in estafettevorm 200 kilometer lang de Elfstedentocht afroeien voor Serious Request. Voor Serious Request moet er nog getraind worden? Is het belangrijk om te trainen zo? Ja, je moet 210 kilometer afleggen. Nou, het is vooral om te trainen in dit boottype. Het is een C2. Nou, de meeste van ons van de vereniging skullen niet zo heel veel en helemaal niet in een C-boot. Wat is een C2? Hier de C bestaat ervoor dat hij extra breed is. Dus ja, hij is extra stabiel, maar ook extra zwaar. Serious Request, ja, het goede doel. Je had meteen zoiets van, nou, dat doe ik aan mee. Nou ja, sowieso stond de Elfstedentocht Roeitocht stond al bij mij op het lijstje van dat wil ik nog graag doen. En dan helemaal met het goede doel erbij dacht ik, ja, dat gaan we gewoon doen. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Nou, we roeien deze Elfstedentocht voor 3FM Serious Request. Die hebben dit jaar het Glazenhuis in Leeuwarden staan. En de roeivereniging in Leeuwarden heeft toen bedacht om de Elfstedentocht, die we normaal in de zomer roeien, ook in de winter te roeien. Met als doel zoveel mogelijk geld ophalen. Is er nog een wedstrijd aan verbonden? Want ja, de Elfstedentocht op de schaats is altijd is natuurlijk altijd een wedstrijd. Ja. En misschien met het roeien ook wel. Nou, in de zomer is daar zeker een wedstrijdelement aan verbonden. Deze keer niet, omdat het echt voor het goede doel is. Maar je begrijpt dat er onderling tussen de 13 deelnemende boten wel degelijk een wedstrijdelement is, zonder dat dat benoemd is. Dus we willen wel graag hard. En zo het wedstrijdelement ook, hoe haal ik het meeste geld op voor Serious Request? Ja, dat element en wie is er het snelste binnen? Wat kom je allemaal tegen in Friesland als je gaat roeien over die rivieren, door de vaarten en over de meren? Nou, het bijzondere is dat het eigenlijk overal één waterniveau is, dus je hoeft niet door sluizen of iets dergelijks. Maar, niet te klunen? Nee, we hoeven niet te klunen, we hoeven de boot niet uit het water te halen. Dus het is echt één rondje wat je achter elkaar door kunt roeien. Maar we moeten binnen 21 uur roeien, maar dat betekent ook dat je door de nacht gaat roeien. Dus in het donker. Wat betekent dat dan? Ja, dat het donker is. Maar wat betekent dat voor roeiers? Ja, zie je helemaal niks? Nou, de roeiers zelf die zitten natuurlijk omgekeerd ten opzichte van de richting waar je invaart. Maar de stuur die ziet inderdaad heel weinig in het donker. Dus dat betekent ook botsingen tegen de kant en zo bijvoorbeeld? Nou, dat risico loop je. We zijn ook wel eens het riet ingevaren in het verleden. Dat risico is er. Ja, het goede doel is eigenlijk het belangrijkste? Ja, het is, voor jezelf is het ook wel gewoon een leuke uitdaging. Maar als je daar nog gewoon voor een goed doel kan doen, is het helemaal mooi. Sinja gaat laten zien hoe je moet ergometeren. Ja. Goed zo, Sinja. Een beetje af. Ja. Wat is hier vandaag allemaal te doen? Ja, pannenkoeken eten, begrijp ik, wat nog meer? Je kunt pannenkoeken eten, we hebben chocolademelk, we hebben glühwein, maar we hebben ook een veiling. We gaan 2 boten veilen, die liggen buiten te wachten. We hebben riemen, die gaan we verkopen op de veiling. We hebben dus een coachsessie met videoanalyse, die wordt geveld. Dus ja, er is echt van alles waar je op kan bieden. Verder hebben we veel vertier voor de kinderen. Er is een grabbelton, ze worden gesminkt. Van alles en nog wat eigenlijk, waar je voor wat kleingeld betaalt. En wat geld op gaat leveren voor Serious Request. Ja. Wanneer is de Elfstedentocht geslaagd voor jullie? Nou, hij is geslaagd als we binnen die 21 uur rond zijn. En dat is natuurlijk de sportieve uitdaging. Maar voor ons is deze Elfstedentocht ook echt vooral bedoeld om heel veel geld op te gaan halen voor Serious Request. En dat is ook dus echt het hoofddoel om daar een steentje aan bij te dragen. Meer nieuws. Meer video's.
24 uur per dag. En 24actueel.nl